Deze week in het dierenasiel. Kat Bas, de suikerpatiënt, kan zijn geluk niet op. Hij is eindelijk geplaatst. Doldwaze kittens zoeken leuke baasjes en gastgezinnen voor poezen en hun kroost gezocht. Kat Bas heeft een heel goed tehuis gevonden bij een mevrouw die zelf ook diabetes heeft en het insulinespuiten geen enkel probleem vindt. Ook zijn speciale dieetvoer was voor het nieuwe baasje van Bas geen probleem. Bas heeft het heel erg naar zijn zin in zijn nieuwe huis. Hij lag meteen op bed te slapen, aldus Regina Achter, manager bij het dierenasiel. Honderden kittens zijn komende zomer op zoek naar een goed tehuis waar ze opgroeien tot gezellige, lieve huiskatten. De kittens zijn allemaal nagekeken, ontwormd en ontvlooid. Voor de kittens betaalt u €150. Daarin zitten de entingen, sterilisatie of castratie inbegrepen. U wordt geacht niet te fokken met een kitten uit het asiel, daarom verplichte sterilisatie of castratie. Er zijn namelijk al genoeg katten in het dierentehuis. Vorige week vertelde dierenarts Paula de Jong over een rotweiler met twee stenen in zijn buik. En nu vragen we haar wat je moet doen wanneer je buiten openingstijden een noodgeval hebt. Ook vroegen we haar of het zinnig is om je huisdier te verzekeren. Je moet altijd naar onze praktijk bellen. Dan staat op het bandje wie de dienst heeft. We zitten in een dienstregeling met andere praktijken hier in Amstelveen en Buitenveldert en Uithoorn. En daar staat dan het telefoonnummer op wat je moet bellen. En daar kun je altijd terecht. En wij hebben dus ook één keer in de zoveel tijd zelf dienst. En dat geldt ook voor 's avonds? Ja, dat geldt vanaf 6 uur is dat en in de weekenden. Is het raadzaam om een huisdierenverzekering af te sluiten? Ja, ik denk wel dat dat raadzaam is. Want de kosten van een dierenarts kunnen soms hoog oplopen. En je kunt je dier verzekeren voor voor allerlei bedragen per maand, van laag naar hoog. En die dekking is vrij goed. Dus ik raad dat iedereen wel aan. Ja, een oudere hond of kat verzekeren is duurder. Dus naarmate ze ouder wordt, wordt de premie ook hoger. En dekt de verzekering alles? Nou, dat hangt er vanaf wat voor soort polis je hebt. Dat kan, ja. Je kan alles verzekeren. Je kan ook een deel verzekeren. Dat is heel verschillend. En ook sterilisatie en castratie? Dat kan, ja. Ja. Oh, dat is en het wisselt van maatschappij tot maatschappij, hoeveel de eigen bijdrage is. Maar dat moeten mensen gewoon zelf goed uitzoeken en zich goed laten voorlichten daarover. En dat is slimmer dan zelf sparen en achter de rol? Nou, zelf sparen is natuurlijk altijd het goedkoopste, als je dat echt doet. Het dierentehuis is op zoek naar gastgezinnen die kittens onder hun hoede willen nemen. Dit voorjaar komen er weer kittens soms met moeder en soms zonder bij het dierentehuis binnen. Voor de kittens is het veel fijner en beter wanneer ze opgroeien in een huiselijke omgeving. Voor de gastouder geldt een simpele wijsheid: wel de lusten, niet de lasten. Alle kosten worden namelijk vergoed door het dierentehuis. Dus heeft u interesse in de opvang van kittens, mail of bel het dierentehuis. Maar ook voor de opvang van oudere dieren kunt u zich daar aanmelden. We zijn nu op bezoek bij een gastgezin en we mogen even filmen bij Mieke thuis. Mieke die vangt al heel lang katten op voor het asiel en het is in eerste instantie begonnen met een oudje. Een oude poes die ook nog eens hartpatiënt is, waarvan we dachten van nou die heeft nog een paar goede maanden voor de boeg. En die zit hier inmiddels nou? Bijna drie jaar. Ja. Zo gaat het dus. Maar ze zit hier prinsheerlijk op de bank. Ja, sommige katten die zijn gewoon door ouderdom of ziekte niet meer te herplaatsen. En daar zoeken we gewoon mensen voor die ze nog een goede oude dag willen geven. Mieke is tevens gastgezin voor kittens. Maar omdat zo'n oud dametje niet van kittens houdt, zitten de kittens in een aparte ruimte. Die zitten hierboven en die gaan we straks even nakijken. De kittens moeten ingeënt worden. Ze krijgen een medische check. En dan mogen ze volgende week naar een nieuw baasje. Ze zijn vandaag 9 weken geworden. Vanaf 9 weken krijgen ze de eerste inenting. En dan mogen ze een week later naar een nieuw baasje toe. Hallo. Wat een gezelligheid. Oh, wat leuk. Wat zijn ze mooi. Zo, dan laten jullie maar eens even zien hoe hoog jullie kunnen springen. Zo, zijn ze. Nou, moeders die denkt er inderdaad het haren van. Die ligt daar rustig zo van, ik ben er niet. Deze kittens zijn in het Amsterdamse bos gevonden met moeder. En moeder die was gewoon aan het bevallen. En gelukkig net op tijd dus met het hele kroost binnengehaald. Want ja, in zo'n bos weet je maar helemaal niet wat er allemaal gebeurt. En alle spullen die voor de verzorging nodig zijn, die levert het asiel in principe. Dus de dierenartskosten zijn voor het asiel of ik kom zelf langs.
En ja, de voeding, soms heeft het gastgezin ook zoiets van, nou, dat doe ik dan zelf. Maar in principe kunnen wij dat allemaal verzorgen. En voordat je het weet, zit je er 2 jaar aan vast. Tot een volgende keer bij het dierenasiel. Thank you.